voor de man die toch echt wel heel luidruchtig is aan de bar. Maar hij heeft een kort gedicht, zegt hij. Dames en heren, hier voor jullie Gijs! Nou ja, weet je, mensen, kijk, dit gedicht heb ik al jaren mee rond. Echt, ja, weet je, dat zijn van die dingen dat je denkt van, nou, dat geef je niet bloot aan iemand. Poëzie! Ik woon hier om de hoek en dan kom ik altijd vaak hier en denk van, ja, weet je, ook al die mensen dingen vertellen, de diepste zien roezelen en denk van, ja, weet je, zal ik het ook een keer doen, zal ik het een keer doen? Zo, kunnen mensen zich hiermee, weet je wel, verifiëren, weet je wel, en weet je wat moeilijk is? Weet je wat? Ik ga dit gewoon doen. Ja, dat is fijn. En ik weet zeker dat, nou ja, laat ik het zo zeggen. Poëzie! Als jullie niet weten wie je identificeren, dan denk ik bij jezelf, ja, wie ben ik dan? Om dit te zeggen. Gijs, kom op in het gedicht. En ik heb hem opgeschreven, want ik heb hem al 10 keer aan mijn hoofd geleerd, maar ik schrijf hem toch op. En daar gaan we. Het was stil. En niemand zei wat. Dus. Ja, dat was het. Ja, dat gaan we even opnieuw doen. Nog een applausje voor Gijs. En ook een applausje voor de volgende dichter, hier voor jullie, Fons Solo! Woehoe!